Maandagochtend staat hier in de rechtbank in Dordrecht de zaak voor van Daniel G. Dat is geen onbekende. Hij deed in 2018 en 2022 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaardingen. G. zou Yvonne G. geholpen hebben bij het stalken van haar ex. Yvonne mag haar kinderen niet meer zien en is het daar niet mee eens. Volgens de officier van justitie plaatsen de twee veel belastende berichten op sociale media en vallen ze de kinderen, hun vader en zijn vrouw lastig bij hun woning en bij hun school. Yvonne krijgt de eis van 240 uur taakstraf tegen zich geëist. Daniel G. moet volgens de officier van justitie 12 maanden de cel in, waarvan 4 voorwaardelijk. De uitspraak volgt over 2 weken.